Zo, jij bent nog eens een geluksvogel, want jij hebt deze wijn in je handen. De Pinot Noir Royale van Wijnhuis Von Winning. En Von Winning is een wijnhuis in de Pfalz die vooral veel Rieslings maakt en Pinot Noir. En ze hebben de Pinot Noir nummer 1 en nummer 2 en dit is de opvolger, de Pinot Noir Royale. En ze noemen een Pinot Noir en geen Spätburgunder, wat normaler is, in Duitsland. Maar ze noemen een Pinot Noir omdat ze het Franse, het Bourgondische karakter willen laten lijken alsof die daar vandaan komt. Ze gebruiken ook Franse klonen, dus ze willen echt dat dit een Bourgondisch-achtige wijn is. En dat is die. Want dat is die fantastisch. Hij heeft prachtige geuren, mooie geuren van de aardse geuren, maar ook fruitig, rijp fruit, wat er allemaal in naar voren komt. En de aardse geuren en de kruidigheid die dan weer door het hout komen. Echt een Pinot Noir die een beetje naar bosgrond ruikt. En in de smaak heel breed is en heel zacht. Door dat rijpe en gedroogde fruit met die kruidigheid van wat het hout afgeeft. En dan kan je deze wijn echt prachtig drinken bij bijvoorbeeld eendenborst of bij met cranberry saus, maar ook bij groene gegrilde asperges met een lekker hammetje en zo. En natuurlijk past deze wijn ook heerlijk bij van die herfstmaaltijden, bij risotto met paddenstoelen en lekker een wild pepertje. Dus ik zou zeggen, ga er ongelooflijk van genieten, want het kan niet meer mis. Gefeliciteerd. Dag.